Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Kesbeke en Febo. Dat is een goede bal. Nu dan. Ja! Ja, 2-1. 2-1. Er zit een stukje bitterbal tussen mijn tanden, Sam. Dat is heel lastig, weet je dat? Pak je die cornervlag. Hey Kokkie, waar zijn we? Hoe ziet het eruit? Top! Hij begint lekker, hè? Ja. We zitten in Theater Carré. Hey Sam, weet je wat nou het nadeel is van jou? Nee. Zal ik je dat eens goed vertellen? Ja. Straks moet je zinnige vragen gaan stellen in die persconferentie. Ja, ik geloof dat we die wedstrijd gezien. Ze gaan die bal nog net niet brengen, hè? Nou, nu dan, Berghuis, kom op. Hey, wat voor wedstrijd is het tot nu toe? Vrij saai. Ja? Maar wel 4 corners al, toch? Het is niet best. Kale? Ja, maar kijk, een corner heb je wat aan als je er ook wat mee doet, weet je. Het is leuk dat je die ballen mag voorgeven. Maar als je voorin geen koppers hebt staan, moet je wat anders gaan verzinnen. Het is allemaal precies hetzelfde. Ga maar eens kijken hoe vaak wij scoren uit een spelervatting. Corners? Dit is ons favoriete dingetje, hoor. Ja, joh, Bergwijn, man. Hey. Zo. Zo'n plaatje, hoor, dit, hoor. Ja, vriend. Ja, Sanchez zelf. Ja, dus, dat komt hier, hoor. Ach, lekker, man. Moet hem doorgeven, anders? Als het wil? Ja, tuurlijk. Weet je? Ja, zeker. Hebben ze in zo'n skybox al tanden stoken, of zo? Wat denk je? Er zit een stukje bitterbal tussen mijn tanden, Sam. Dat is heel lastig, weet je dat? Pak je die cornervlag. Gele kaart net van Alvarez, dus ben je kwijt tegen PSV. Dat is lekker dan. Dat is een vijfde. Kun je nou in godsnaam tegen Emmen, gewoon in zo'n wedstrijdje, je 5e gele kaart halen? Nee. In de wetenschap dat je op scherp staat, hè? Ja. Nou, nu dan. Hey. Boem. Goeie bal. Nu dan. Ja! Ja, 2-1. Ja! We zijn even naar de andere box gegaan, hè? Om nog even die geweldige wedstrijd te analyseren. Ja. Nou ja, 3 punten. En voor de rest, ja. Wat gewoon jammer is in een wedstrijd als deze, is dat je niet in een andere opstelling gaat beginnen met het oog op volgende week. Met als resultaat dat je nu vanwege de gele kaart van Alvarez, die ben je dus kwijt tegen PSV. En je had op die plek van Alvarez, had je makkelijk met jongens die op de bank zitten. We hebben... Had daar met Hato begonnen, baas linksback. Met alle respect voor Emmen, maar je speelt tegen Emmen, weet je. En dat kan je ook, ja, op die manier kan je... Alvarez kunnen sparen, denk ik. En ik vind het ook een foutje, hoor, van de Heitinga. In de wetenschap dat je weet dat Alvarez altijd degene is die 100% de strijd aangaat, of het tegen M is, of tegen willekeurig welk andere club. Dan weet je dat zo'n jongen, het is heet gebakerd, temperamentvol, kan tegen de gele kaart aanlopen. Nou, met alle gevolgen van die. Ik vind het een foutje. En je weet, de wedstrijd van PSV vanmiddag al. Nou, je weet dat die maar 1 goaltje eigenlijk in de plus hebben vandaag. Dan denk je, Ajax, jongen, begin met veel andere energie aan zo'n wedstrijd. Ga met de intentie gewoon 4-5 goals erin te rammen vandaag. Dat als het wel straks op doelsaldo aankomt, dat je daar de marge in hebt, dat het ruim is. Maar dat gebeurde dus niet, hè? Nee, en dan zie je dat het in het begin allemaal houterig en zo doet. En zo zijpelt het eigenlijk zo'n hele wedstrijd een beetje door. En dan, ja. En dan denk je, man, waar is het? Gooi die versnelling erop. Als je ziet hoe die laatste goal komt, die Concertiao pats die diepte in, die geeft die bal voor en pam, zo wordt die afgemaakt. En dan denk je, ja, jongens. Je hebt je ook echt heel erg geïrriteerd, hè, tijdens de wedstrijd. Ja. Ik vind het, weet je, het is de beleving van hoe je al begint. Als je de eerste 10 minuten, kwartier terughaalt in die wedstrijd, dan zie je dat er aan die rechterkant, dat er allerlei dingen gebeuren, dat je denkt, van, jongens, zijn jullie al bij de les? Ja, Sanchez wordt man of the match. Hè? Die maakt een goal, geeft een assist.
Maar Kale zei heel terecht, ze zijn denk ik het eerste kwartier vergeten. Als je het eerste kwartier zag, hoe dat, wat er aan die rechterkant allemaal... Het is niet allemaal alleen Sanchez, hè. Er staat ook een Grealish voor zijn neus. En Berghuizen, wat allemaal niet heel erg wakker was in het begin van de wedstrijd. Als je kijkt naar het middenveld met Taylor, Klaas en Grealish... heb je drie in principe een beetje vergelijkbare voetballers. Maar er zit geen creativiteit in, niks. Voorin loopt het voor geen meter. En dan maak je drie goals. Nou ja, drie goals. De eerste is een intikker. De tweede, dat was eigenlijk... We hebben twee, drie leuke aanvallen gezien. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En voor de rest is het gewoon middelmaat. Klaar. Was het echt middelmaat? Ja, middelmaat. Volgende week PSV. Ja. Zonder Sanchez. Zonder Alvarez. Maar PSV, uit. Ja, ik weet het niet hoor. Dat is wat weet je niet. En wat weet jij niet? Heb je vandaag Volendam PSV gezien? Nee. Nou, dat had gewoon 3-3 en eigenlijk 4-3 voor Volendam moeten zijn. Oh, dus het komt wel goed. En luister jongen, dat zijn wedstrijden op zich. Natuurlijk ga je... Natuurlijk, we hebben nu twee keer PSV. En je moet ze gewoon allebei winnen. Dat is heel simpel. Ja. Want je wil en die beker winnen, dus zal je finale moeten winnen. En je wil tweede worden in de competitie, wat loeibelangrijk belangrijk is. Dus je zal ook gewoon die pot moeten winnen. Dat is geen keus. Dat is niet. Voorronde Champions League staat op het spel volgende week dus. Je weet wat je te doen staat. Spannend hoor. Zeker. Nou, we hadden wel een leuke avond, toch? We hebben een hele leuke super avond. Gezellig. De muziek, het feest is hiernaast we nog steeds gaande. Jullie gaan nog even terug. Ik ren snel naar de perszaal. Nou ja, dan zou ik je zeggen, ik kijk even hier naar rechts. Die zijn dus... Dat is de perszaal. Het is al begonnen. Ja. Oké, ik ga er dan snel vandoor. Ja, heb je nog een spannende vraag? Ja, ik hoop dat ik het haal. Ik moet nog wat trappen naar beneden. Ja, wat wou je vragen daarnaast? Nee, dat ga ik onderweg bedenken. Oh, ja. Fantastisch. Die foto's van Nautsam. Ja. Hey, tot doe je ze de groeten van ons? Dat was erg leuk, Sam. Ja. Oké. Dag, Sam. Doei. Dag. Doei. Dag.